Dit is meneer Van Wijk. Meneer Van Wijk is de koster van de Opstandingskerk in Woerden. Hij neemt ons vandaag mee naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog en hij vertelt ons wat er in die tijd in dit huis gebeurd is. Dit hierachter is het woonhuis waar ik woon. Ja? En het verhaal rondom het huis begint op de Wilhelminaweg hier in Woerden. Daar was een slagerij. Daar was een Joodse familie, een meneer en mevrouw van Kreeveld met dochters. Dit is de plaats waar vroeger de slagerij van de Joodse familie van Kreeveld zat. Op de hoek van de Wilhelminaweg. Boven de slagerij woonde het gezin. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog was het verboden om leden van het Koninklijk Huis te gebruiken als straatnaam. Daarom werden alle straatnamen in deze buurt vervangen door andere straatnamen. Zo werd de Julianastraat bijvoorbeeld de Herman van Woerdenstraat genoemd. Toen duidelijk werd dat Hitler en zijn troepen van plan waren met de Joden, wilden velen van hen zich verstoppen. Dit heet onderduiken. Om ervoor te zorgen dat de familie van Krevel niet met de trein weggevoerd werd, vroeg de familie Molmans of ze bij hen wilden onderduiken. Dat deden ze. Op een gegeven moment in 1943, s'avonds laat, zijn de Joodse familie, meneer en mevrouw van Krevel, vanuit hun woning op de Wilhelminaweg, hier in het donker door paadjes gelopen, in het woonhuis hier op nummer 2 terechtgekomen en hebben daar uiteindelijk 2 jaar ondergedoken gezeten in een klein kamertje, wat nu niet zichtbaar is, maar wat aan de achterkant van dit woonhuis is. Dit is de Wilhelminaweg, de straat waar de familie van Kreeveld woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze straat is nu een oorlogsmonument te zien. Deze tocht liep meneer Molmans dus midden in de nacht met meneer en mevrouw van Kreeveld. Via de steegjes kwamen ze aan in de Julianastraat, die toen de Herman van Woerdenstraat heette. Dus, die koekoek is er later opgebouwd, die was er toen niet, maar de achterkant van het huis is nog precies een en het rechterraam daar. Daarachter zit dus een klein kamertje waar een nu zou je zeggen een eenpersoonsbed zou kunnen staan. Toen misschien een klein tweepersoonsbedje. En dat is dus het raam waarachter die familie 2 jaar heeft gezeten. Hier zie je de achterkant van het huis waar meneer en mevrouw van Kreeveld ondergedoken hebben gezeten. 2 jaar lang verstopten zij zich in de kamer achter dit raam. Er heeft nog 1 keer een auto gestopt voor de deur met Duitsers erin. Toen schrokken de mensen binnen heel erg, want ze dachten dat die Duitsers wisten dat die Joodse meneer en mevrouw daar ondergedoken zaten. En dat ze kwamen halen, dat was niet zo. Het was alleen maar zo dat de auto waar die Duitsers zaten, die had pech. Die moest eerst gerepareerd worden en die is later weer gewoon doorgereden. Wanneer er dus Duitsers in de buurt waren, moest het echtpaar zich tijdelijk nog beter verstoppen. En als ze geweten hadden dat er Duitsers kwamen, als dat bekend was, bij een of soort onderzoek, een razzia, dan waren ze weggekropen. En dat wegkruipen, dat hadden ze dan gedaan in kastjes die bij ons in het huis, want wij wonen daar nu alweer een paar jaar. In dat huis had je 2 schuifdeuren beneden in de kamer. Boven die schuifdeuren waren kastjes en in die kastjes hadden die mensen half liggend, half staand, weggekropen. Gezeten achter een luik wat ze aan de binnenkant vasthielden. Meneer en mevrouw Molmans zorgden ervoor dat de familie van Kreeveld te eten en te drinken hadden. Behalve hun oudste dochter wist niemand dat er onderduikers in de Julianastraat waren. Niemand in heel de straat, praktisch niemand in Woerden, heeft geweten dat die mensen daar zaten. In dat huis was nog een klein jongetje. Die wist niet dat er bij hem in huis boven op een kamertje ook 2 mensen woonden. Hij hoorde wel eens geluid. Maar dan werd er gezegd, het heeft met Sinterklaas en met Zwarte Piet te maken. En dan werd hij een beetje extra bang, dus hij kwam ook eigenlijk nooit in de buurt van dat kamertje. Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd door de Engelsen, Amerikanen en Canadezen. Deze heten de geallieerden.
Voor het eerst in 2 jaar konden meneer en mevrouw van Krevold veilig naar buiten. En iedereen in Woerden was stom verbaasd dat zij nog leefden. En toen kwamen ze ineens weer allebei tevoorschijn. Toen is er een groot feest gevierd hier in de straat. Omdat iedereen zo blij was dat die meneer en mevrouw van Krevold het levend eraf gebracht hadden. Hier zie je de echte foto's van het feest na de bevrijding. Op deze foto heeft meneer van Krevold net het straatnaambordje van de Julianenstraat teruggehangen. Heel Woerden vierde feest en de kinderen klommen op de wegwijsborden van de Duitsers. En dat is eigenlijk in grote lijnen het verhaal van de familie van Krevold in Woerden. Dankzij de familie Molmans hebben meneer en mevrouw van Krevold de Tweede Wereldoorlog overleefd. Helaas is het niet voor alle Joden zo goed afgelopen. Ter nagedachtenis aan alle Joden die de oorlog niet overleefd hebben, is dit bijzondere monument gebouwd, midden in de Duitse hoofdstad Berlijn. Woerden heeft zijn eigen monument voor de Joden gebouwd, vlakbij het onderduikadres van de familie van Krevold. Deze familiefoto is gemaakt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Aan het monument is te zien wat er na de oorlog van het gezin is overgebleven. Het was goed dat er dappere mensen waren, zoals de familie Molmans, waardoor sommige Joden de oorlog overleefden. Maar nog beter zou zijn dat we er met z'n allen voor zorgen dat er nooit meer oorlog komt. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più.